De spanning is te voelen op het voetbalveld in Nijkerkerveen. Talenten uit het hele land proberen vandaag op te vallen bij scouts van professionele voetbalclubs. Ik wil zo graag voetballer worden en mijn familie trots maken. Er staan overal volgens mij scouts van verschillende clubs. En die kijken als je goed genoeg bent. PSV, Ajax. Ja, het zijn meestal mensen met briefjes in hun handen. Het valt niet heel erg op, maar ik let er ook eigenlijk niet op. Want anders merk ik van mezelf dat ik wat zenuwachtig ga worden. Ze zitten tussen de mensen, zo min opvallend. Maar heb jij er al een paar gespot? Ja, eentje. En dit zijn die mysterieuze scouts. Ze houden alles goed in de gaten en proberen de beste spelers ertussenuit te halen. Kinderen moeten schrik hebben, die moeten elke dag met plezier trainen, naar de club komen. En gewoon lekker plezier hebben in hetgeen wat ze doen. Dat is het belangrijkste. Proberen acties te maken zo dicht mogelijk bij de scout. En, dat ziet u wel. Ja. Dan zien ze stiekem weer kijken. En als ze een doelpuntje scoren, het eerste, niet naar de ouders, maar dan kijken ze toch naar de scout. Doe je dan extra je best als ze scout zijn? Ja, tuurlijk. Dan ga ik nog verder en nog beter mijn best doen. Nee, ik blijf gewoon altijd mezelf. Okay. Gewoon lekker gewoon voetballen. Nou, ze zijn dus aan het kijken, dus dan moet je als voetballer extra goed je best doen. Al zeggen sommige mensen wel dat je niet te vroeg moet scouten. Ja. Ik vind het ook te jong. Dus Ajax, PSV en Feyenoord, die vinden het zo nodig om nog kleinere kinderen te gaan scouten. Dus je bent wel genoodzaakt om al heel jong talenten binnen te halen, anders mis je de boot. En kijk, als je vanaf onder 9 of onder 8, onder 9 al kan beginnen met opleiden, vind ik, dan luk je daar alleen maar de vruchten van. Krijg je betere voetballers van? Ja, denk ik wel. Ik vind het gewoon goed hoor. Ik wil profvoetballer worden, dus ik wil het wel. Het is jouw keus? Ja, het is mijn keus. Je begint eerst om gewoon voor plezier. En als je dan zelf wilt van ja, ik wil verder komen, dan vind ik het je eigen keuze eigenlijk. Als de kinderen hier worden uitgekozen, begint er een heel traject. Er komen nog meer selectiedagen en er moet heel veel worden getraind. Er moeten veel dingen voor laten, bijvoorbeeld kinderfeestjes. Neemt heel veel vrije tijd weg, ja, dat wel, ja. Maar dat hebben ze er graag voor over, want de meeste kinderen hier hebben al een hele planning in hun hoofd. Ik denk rond mijn 17e, 16e dat ik dan daar kom. Bij Barcelona? Ja, misschien ook wel iets eerder. Grote dromen. Ja.